Het is zondag, de zon schijnt, het is super lekker weer. Dus ik kan me helemaal voorstellen dat je onwijs veel zin hebt om naar buiten te gaan. Zeker als je al een paar dagen binnen hebt gezeten vanwege de thuisquarantaine. En het is op zich niet verboden om naar buiten te gaan, maar laten we één ding met elkaar afspreken. En dat is dat we ons vandaag wel houden aan de 1,5 meter afstand die we met elkaar hebben afgesproken om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We hebben gisteren allemaal de beelden gezien van yogagroepjes en sportclubjes in het park. Van mensen die hand in hand, arm in arm over straat en over het strand lopen. Grote groepen mensen die op terrassen van gesloten cafés gaan zitten. En grote groepen kinderen die samen aan het spelen zijn. En ik snap het. Ik snap heel goed dat je na een paar dagen thuiszitten onwijs veel zin hebt om op een uitje te gaan, om even vrienden en familie te zien, ze even vast te pakken, een gezellige tijd met ze te hebben. Maar het is super belangrijk dat we ons deze dagen allemaal houden aan de regel van 1,5 meter afstand en even wat minder sociaal contact. En als je denkt Nederland is geen China of Italië en het valt hier allemaal wel mee, dan wil ik je één ding vragen. Google Bernhoven Ziekenhuis in Uden. Het Brabantse dorp waar ik ben opgegroeid. Dat ziekenhuis zit al overvol met coronapatiënten. Werken verpleegsters en doktoren dag en nacht dubbele diensten om de patiënten te kunnen verzorgen? Hebben ze de afgelopen week moeten smeken bij andere ziekenhuizen in Nederland om patiënten over te nemen, zodat in Brabant de coronapatiënten geholpen kunnen worden? En als we niet oppassen, als we niet allemaal ons steentje bijdragen aan het afremmen van de verspreiding van het coronavirus. Dan zijn die beelden uit Uden de beelden die we de komende week in heel Nederland gaan zien. En als we niet oppassen, dan bereiken we de piek, de maximale capaciteit van de bedden op de intensive care. En dan wordt het echt heel erg lastig om met elkaar dat coronavirus op een goede manier te bestrijden en mensen die geïnfecteerd raken zoveel mogelijk weer te helpen en te genezen. Dus ik wil jullie één ding vragen op deze zonnige zondag. Probeer je thuis te vermaken met zo min mogelijk sociaal contact. En als je dan toch naar buiten gaat om even een frisse neus te halen en te genieten van de zonnestralen op je gezicht, houd dan 1,5 meter afstand. Ga niet in grote groepen sporten, samen zitten of gezellige dingen doen. Doe het voor je eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van alle andere mensen in Nederland. En in het bijzonder kwetsbare groepen die bij infectie van het coronavirus echt hele grote gezondheidsrisico's lopen. Draag je steentje bij. Laten we samen de verspreiding van het coronavirus stoppen. Laten we een beetje lief zijn voor elkaar.